Deze keer zit ik aan de keukentafel, of eigenlijk de stamtafel, in de oude ketting. En naast mij zit Leo Spanenburg. En Leo is sinds 1 januari is hij weg bij de ketting. Klopt. Weg. Klopt weg, toch? Weg. Weg. Een beetje weg. Ja, niet helemaal weg. Nee. Vertel eens. Ja, die 40 jaar die ik erin gezeten heb en nu in ene keer per 1 januari niets meer. Ja, ja. Dat is eigenlijk, want dit is 41 jaar mijn huiskamer geweest. Ja. Ja, het is toch wel een gat waar je dan invalt, Leo. Ja, een gat vind ik eigenlijk wel weer erg veel gezegd, want zo voelt het niet. Een klein gaatje dan. Ja, nou ja, een klein gaatje, maar je bent er nog iets bij betrokken. En dan, ik woon hier nog boven. Ja. En dan is het toch van, ja, en ik loop een keer binnen. Je hebt er wel nog contact mee met haar. Ja, dat kun je niet zo gauw loslaten. Nee, en dat hoeft ook niet, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Nee, want je zegt 41 jaar. Ja. Heb jij deze zaak gerund? Ja. Hoe ben jij hier toegekomen? Nou, waar kwam je vandaan? Ik kom van Zuid-Holland, de rand Zuid-Holland-Utrecht. Oké. Okay. Ik kom uit het gebied waar Zwiebertje opgenomen is. Dat zeg maar, Zaartje. Ja, het Zwiebertje wel, Zaartje, ja, nou, maar waar? Een zaadje, nou, en dat is, ja, dat heet, die weg heet de Lange Ruige Weide. En dat is een onderdeel van Oudewater. Stadhuis op Stelten is ook in Oudewater op stadhuis opgenomen. Toen en jij bent daar ook geboren? Daar ben ik ook geboren. Oké. Okay. Ja, en school gegaan. Moest een vak leren. Toen ben ik metselaar. Op de ambachtsschool in Woerden. Dat heette toen nog ambachtsschool. Woerden. En daar had ik eigenlijk niet zo'n trek in. Dus die vrachtwagens die trokken mij nogal. Dus toen ben ik op een gegeven moment als vrachtwagen. Eerst als bijrijder. En toen als vrachtwagenchauffeur. Want dan moest je ook een diploma voor halen, eigenlijk, vrachtwagenrijbewijs? Nee, enkel rijbewijs, verder niet. Okay. Die had nog geen chauffeursdiploma, ze had helemaal niks. En hadden jullie van thuis uit een groot gezin? Had jij veel broers en zussen? Ik heb, wij komen uit een gezin van 10 kinderen. Zo. En ik heb 6 broers en 3 zusjes. En ik ben de 5e van de familie. En dan heb ik nog 1 broer onder mij en dan komt het eerste meisje. Oh. Dus wij moesten vroeger schoenen poetsen, aardappelen schillen. Doe alles maar op. Ja, je moest allemaal meehelpen. Ja, meehelpen. Ja. Ja, dat was zo. Jee, maar zouden jouw ouders blij zijn geweest toen het eerste meisje geboren werd dan? Ja, we hebben wel eens gedacht van hij heeft mijn vader heeft volgehouden tot er een meisje kwam. Ja. Oh, ja. Oh. En hoe heet het? Zodoende. En toen ben ik eerst bijrijder geweest en later zelfs chauffeur geworden. Hoe oud was je toen? 21. Want ik mocht met mijn 18 jaar wel mijn rijbewijs halen, maar doordat het financiële plaatje kon mijn moeder niet betalen. Dus ze zegt, ik ga het zelf maar verdienen. Ja. En je had nog niet gewerkt natuurlijk. Nee, je had alleen op de ambachtsschool gezeten. Ambachtsschool, ja. En toen ben ik, en dan deden we s'avonds bijwerken. En zodoende heb ik met dat geld heb ik mijn rijbewijs kunnen halen. Ja. En daarbij werken was gewoon als metselaar, maar als je metselaar, hebt ook gestudeerd eigenlijk. Ja, of tenminste, ja. Oké. Okay. Ja. En zodoende heb ik mijn rijbewijs kunnen halen. En zodoende ben ik op de vrachtwagen terechtgekomen. Wat en toen trok jou aan zo'n vrachtwagen om daarop te rijden? Want waarom? Eigenlijk het vrije leven. Is dat ook zo? Ja, toen wel. Nu is het allemaal heel anders. Maar toen was het echt vrij. Want je wist wel wanneer we weggingen, maar we wisten nooit wanneer we terugkwamen. Je kreeg gewoon je papieren mee en het adres waar je goederen af moest leveren en dat was het. Ja. Ik had dan een bedrijf bij een forage, hè. Dat was het meeste veevoeder voor de koeienboeren. Want bij ons in de omgeving zitten heel veel koeienboeren. En die hadden meer koeien als dat ze weiland hadden. Dus dan hadden ze altijd eten nodig voor de beesten. En dat was dan in de vorm van bierborstel. En dat was in de vorm van voederbieten, dat was in de vorm van hooi, in de vorm van strooi. En al die dingen, dat deden wij uit Zeeland halen en naar Holland toe brengen, om zomaar. Oh. Ja. Maar die bierborstel, dat halen wij in Frankrijk, in Champigneul. Dat was de brouwerij, Brasserie de Champigneul, en daar leiden wij die bierborstel. En wat was de bierborstel? Ja, bierborstel. En dat is een afvalproduct van de brouwerij. Dat is eigenlijk het graansoort. Daar hebben ze de dingen uitgehaald en wat er overblijft is een afvalproduct. En dat ging allemaal naar de veeboeren in Holland. En waarom helemaal in Frankrijk? Want dan zou je toch zeggen, je kunt hier bij de Heineken zo ook halen. Die, maar daar zat die baas van mij, die zat daar niet tussen. Oh, want nee. Die kon er niet tussen komen, want er waren andere mensen. Oh, ja, en dan via via. En dat was handel.
En in het begin gingen wij gewoon, ja, wij zeggen dan in de volksmond, leeg op. Dus een lege vrachtwagen, daar laaien en dan weer terug. Maar later, toen ging het natuurlijk allemaal wat vanwege de kosten, dan ging het, gingen we dingers meenemen. En dan was om voor de tuin dus potgrond. Die nam jij mee al, daar naartoe? Daar naartoe, en dan lossen. Ja. En dan gingen we weer leeg weer door naar de fabriek. Naar de brouwerij en dan gingen we weer bierborstel halen en dan gingen we weer naar Holland. Ja. Lijkt me ook wel leuker, hè? Dan wordt je gebied ook alweer groter om te komen natuurlijk. Nou ja, en we waren natuurlijk toen, ik ben nu nogal ondeugend, maar toen waren we ook erg ondeugend. En dan zaten we altijd buiten de wet te werken, bij het rijtijdenbesluit. En we hadden een werkboekje, dat werkboekje moest ingevuld worden. Maar, als je vertrok? Of, ja, op het moment dat je vertrok en op het moment dat je weer thuis kwam. In tussentijd, rustpauzes, alles ingevuld worden. Maar ja, daar hadden we eigenlijk geen tijd voor. Dus we deden gewoon maar op de aanrijden. Blok, een beetje. En als we er niet aangehouden werden, ben ik wel eens maar een voor keer... wie moest je er dan bijhouden? Voor de verkeersinspectie. Dat je niet te veel uren achter was dat toen ook zo, al? Ja, natuurlijk. Toen al. En heb ik wel eens ooit een verbaal gekregen. Een proces verbaal in Frankrijk. En dat ging dan via de politie. De dorpspolitie kwam dan het proces verbaal bij mijn aflevering bij ons thuis. Maar ik was nooit thuis. God, dus ze zei mijn broer, ja, hij is er niet, kom maar zaterdag aan, want misschien kan ze niet thuis is. En dan moest je persoonlijk aan. In die vrachtwagen. Toen hadden wij ook al, slaapcabines. Het was niet zo mooi als nu. Maar er was gewoon een bed erin, één bed erin. Want we waren altijd alleen. Ja. Dus je was ook echt wel een aantal dagen van huis dan of zo? Wij waren, in principe gingen wij zondagsavonds weg en ik kwam zaterdagavond thuis. Jezus. Toen al, hè. Maar dan wouden we zelf, we waren vrijgezel en een prachtig avontuur. Ja, want wat deed je dan buiten werk? Ja, dat kan je natuurlijk mij nou niet zitten vertellen. Ja, buiten. Want je was niet constant op die vrachtwagen, of wel? Jawel, we waren bijna afgesliepen onderweg gewoon op de parkeerplaatsen. En, maar in het hele begin, toen heb ik de auto van een, het was twee gebroeders, en een baas die stopte met rijden en toen heb ik die auto overgenomen. En toen reden we ook nog naar Duitsland. En toen ging die baas ging met mij mee, want dan moest ik het leren. Dus dan ging hij uitleggen hoe het moest. En dan gingen we naar de Zwijgbrouwerij in Stuttgart. Daar moesten we ook weer het afvalproduct ophalen. Toen was het een doordeweekse zondag. En toen konden we niet laaien. Toen moesten we daar een dag blijven staan. En toen was feest natuurlijk. Ja, en dan gingen we de stad in. En ik was dan natuurlijk nog een stuk jonger. En hij was een stuk ouder. En zegt hij van Leo, we gaan hier naar binnen toe, maar hier moet je niet te veel lucht drinken, want hier moet je nippen, want ze zijn nogal duur. Dus dan weet je wel wat voor de tent over terecht kwam. Zo ben ik erin gegroeid. Maar dat Frankrijk gebeuren, nou, want ja, dat hadden we dan natuurlijk ook. En als het heel druk was in het voorjaar, dan deed die brouwerij voorraad maken. En dan reden we ooit 4 keer in de week reden we naar Frankrijk toe. Zo. En dat was 23 uur op en neer. Dus dan hadden we 80 uur in de week toen al, hè, aan werk. Ja. Maar dat deden we graag en er werd goed verdiend en dat kon allemaal. Ja, want je werd gewoon per uur betaald of zo? Per vracht werden we betaald. Per vracht? Oh, is dat zo? Gaat dat zo? Ja, rittengeld zei we toen. Oh ja, rittengeld. Basisloon en daarbij rittengeld. Ja, dus hoe meer dan je deed. Dan dacht jij van. Ja. En kwam je hier toen ook in deze buurt? Nou ja, en zodoende ben ik door met collega's die zeggen we gaan bij de ketting eten. Dus we kwamen weer terug naar Frankrijk en dan gingen we altijd warme maaltijd eten, s'avonds. Maar dan kon je goed eten. Ja, en zodoende, ketting, en zodoende ben ik bij de ketting terechtgekomen. Oh. En dat was rond 71. En toen, na verloop van tijd als vrij snel, heb ik kennis gekregen aan de dochter, aan Mariette. Ja, en toen ben ik in 75 hebben wij het overgenomen. Hey, dus de vrijheid was letterlijk en figuurlijk weg dan, hè? Dat was de vrijheid. Want toen ben je ook gestopt met vrachtwagenrijden. Ja, toen ben ik gestopt met vrachtwagenrijden. Was dat niet erg zo? Want nee. Of was het toch niet helemaal jouw ding? Nou ja, het was wel mijn ding en ik heb het ook heel graag gedaan en zou het nog wel graag doen. Maar ik was ook wel een beetje, in principe een beetje vooruitstrevend. En dit, dat leuk, want hier had ik allemaal met de chauffeurs te maken. Ja. Dus ik bleef er toch, ik reed zelf wel niet meer, maar ik was er toch bij betrokken. Ja. En je had natuurlijk toch je eigen ervaring, dus je kon erover mee praten natuurlijk. Ja. En je was één van hun, ja. Dus dat is eigenlijk ook goed om de mensen binnen te halen. Ja, super. Ja. Want we hebben geweldig opgang gemaakt eigenlijk. En ik heb ook denk ik ook wel weer te veel gewerkt, doordat het ook wel weer een relatie gekost heeft. Dat ik meer oog had voor het bedrijf als voor
privékant. Ja. Dat heeft ook mee te maken, ja. denk ik wel. Ja, want je bent natuurlijk ook heel gedreven als je zo'n zaak overneemt. Ja, hè? Wij waren in het weekend waren wij gesloten. En een horecabedrijf in het weekend gesloten, ja, dat past natuurlijk niet. Nee. Maar wij waren 's morgens om 4:30 open. En dan liep ik met een lijst. En schreven die jongens op een bloknoot gewoon, een kladje. Schreven ze er autonummer op. 5 uur, 5:30, 6 uur, 6:30, 7 uur, 7:30. En dan schreven ze er allemaal op. En dan liep ik met de lijstjes morgens om 5 uur naar buiten. Op die vrachtwagens tikken. Waarom? Om ze wakker te maken? Om ze wakker te maken. Dat noemden we een wekdienst toen de tijd. Echt waar? Ja. En waarom? Ik nou, zou dan dat zeggen, zo, kijk, die zelf, ik zou dan zeggen. Nee, maar wat ik net verteld heb, ja? door met een werkboekje en toestanden, was dat natuurlijk, wij waren altijd, ja niet altijd moe, maar wij kwamen slaaptekort. En als ze dan bij een chauffeurscafé stond en waar ze een wekdienst hadden, dan konden ze s'avonds om 11 uur naar bed toe. En dan konden ze en rust lekker slapen. Slapen. Ja. Maar de wekkertje, daar sliep je doorheen. En dan kwam, die herbergier, zoals ze mij dan noemden, die kwam wel even met de pollepel langs. Of met gaf een klap op die deur. Ja, totdat ze echt bewust of goed of riepen, ik ben wakker, liep er geen weer weg. Ja. Maar ja, dan konden wij spreken ieder half uur wel een keer naar buiten Ja, maar dat moest ik ook. Wow. Op die lijsten stonden gewoon 30, 40 vrachtwagenchauffeurs op. Hè? Ja, stond hier met de autonummers. Met de autonummers. We begonnen om 5 uur te wekken. En dan 5:30. En als hij van 5 uur niet wakker was, dan waren er chauffeurs bij, die hadden een potje bier op. En die werden 's morgens moeilijker wakker. En dan rammel ik er weer een keer op die deur. Ja, nou is het 5:30, hè? Ja, eruit gaan. Daaruit. Pap verdoren. Ja. Je hebt een hoop kindjes hier over de vloer gehad, hè? Om ze allemaal wakker te maken. Ja. En dan gingen ze eruit. En dan gingen ze eruit. Dan gingen ze hier wassen. Ja, want toen hadden we nog wel, ook al douches, maar dan gingen ze morgens de meeste tijd dreigen wassen. S'avonds deze maand douchen. We hebben hier een ruimte. Ja, hierachter hebben we daar vier douches. Oh, hier douches, telefoon en toiletten. Nou ja, die gaat de koffie klaar en dan... En die deden ontbijten en dat doen we altijd. Allemaal. Stuk voor stuk. En dan gingen ze weer. En dan gingen ze weer. En dan liep dat de hele dag door. En dan kwamen er weer... In het begin natuurlijk was dat best moeilijk. Maar op een gegeven moment toen kwam er een chauffeur hier om 11 uur. En die kwam uit Noord-Holland vandaan. En die was met ijzer van de Hoogovens naar Maastricht. En dan leidden ze in Maastricht cement terug. En toen kwam die hier naartoe. Die man die had... Die reed bijna iedere dag op en neer naar Limburg toe. En die zat dus morgens om 5 uur of 5:30 allemaal in de lucht. Maar die jongen had het niet zo goed naar zijn zin. Dus die zegt tegen mij, Leo, hoe laat ben jij open? Ja, ik zeg, we zijn om 7 uur open. Dan moet je eerder open gaan zitten. Hij zegt, want wij zitten met z'n allen bij de lucht. En daar waren wel 20 of 30 van die mannen die allemaal datzelfde werk deden. Ja. Dan komen wij bij jou 's morgens koffie drinken. Ja, dus des handel. Denk, dan gaan we maar om 6 uur open. En een half jaar later werd het 5 uur open. Waarom? Omdat al die chauffeurs die kwamen, want die waren vroeg. Ja. En dan bleven ze natuurlijk s'avonds hier ook staan. Dus die moesten om 4 uur weg of om 4:30 weg. En dan moesten gewekt worden. Dus dan deden we het om 5 uur open. Oh, en dan gingen we de chauffeurs wekken. Maar en wanneer sliep jij zelf? Want hoe laat ging je naar bed dan? Dus naast om 12 uur of om 1 uur. Want tot hoe lang waren je s'avonds open dan? Tot 12 uur, 1 uur. Nu geliegen toch? Jaren gedaan. En dan ging je naar bed en voelde als een blok. Een blok. En 's middags ging ik ooit van 2 tot 4 ging ik even portionen. Dus een tussenuit. En dan kon je ook goed slapen? Ja, en dan kon ik ook goed slapen. En dan in het weekend natuurlijk bij slapen. Ja, man zeg. Maar later, de eerste 10 jaar denk ik, of 9 jaar of zo, dan is dat natuurlijk een opbouwfase. Nou, en toen zijn we later, toen ging ik het op een gegeven moment, kon ik dat ook niet meer volhouden. En toen heb ik een vrouwtje die daar 's morgens voor mij opende. Oh, dat is slim. Ja. 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 Je wordt en, ook ouder, hè? Ook, hè? Ja, maar je houdt het ook niet vol. Ja, maar vol, ik was 27, was 37, maar ik kan niet volhouden. Nee, je houdt niet vol. Dat gaat de kosten van. En ik heb altijd gewaakt, hier, in, dit is, de mensen moet je een thuisgevoel geven en niet... Zeggen, daar mag je niet zitten, of daar mag niet, of daar mag niet. Nee. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar het gevoel geven dat ze thuis zijn. Ja. En dat heb ik altijd gehad. En dus als je dus dan veel echt moe wordt, dan beginnen de mensen, die willen je wel eens uitdagen en toestanden. Ja. Weet je, want ik noem maar een voorbeeld. Ik heb dikstad meegemaakt, liep ik hier alleen en dan zaten ze aan de koffie. En een leeuw geeft een balletje gehakt. En dan had ik al warm, 's morgens van 5 uur of 6:30. Oh. En dan kreeg een balletje met mayonaise en dan was ik in de keuken een balletje halen. Hé, Piet, nou moet jij erin bestellen. Dan had ik terug met een balletje. Hé, geef mij ook een balletje.
Dan kon ik weer naar de keuken. Oh, ja. En dan ging ik volgende, hé, dan moet jij erin bestellen. Oh, wat misselijk, nou, zeg. Zo deze je een beetje plagen. Kijk, en heb ik gewaakt altijd. Leo, let op, niks zeggen. Ja. Ja, dus, en als je dan nou moe bent en chagrijnig. Ja, dan heb je een korter lontje, hè? Dan ga je natuurlijk en hebben ze plezier. Maar doordat ik drie of vier keer op en neer gelopen, hebben ze het later nooit meer gevraagd. Nee. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. Dan, het werkt niet, zeggen ze dan. Nee. Maar ik heb daar met die hoogovers, want er was heel veel hoogoverswerk en transportbedrijven die dus voor de bouwlaai zeggen wij dan terugleiden. Ja, is dat gewoon een begin, dat half Noord-Holland, dat kwam op een gegeven moment hier. En had ik dus bedrijven van Gomers, die, uit Warmhuizen vandaan, die reden naar Italië en toestanden. Van, die reden bijna om voor jou, hè? Ja, die reden allemaal. Ja, die kwamen allemaal. Dat was al een oude weg, hè? Want die weg is in 68 omgelegd, hè? Ja. Ik zat hier in 75, ja. 85, zeg maar. Nou, en toen kwamen ze allemaal omrijden. En toen kon ik wel rechtdoor hier ook. Nee, die rondom dus nog niet, ja. Natuurlijk. Ja. En dan gingen ze daar bij de Liepse barrière, gingen ze erop. Ja. En zo kwamen ze ook terug. Dus ze kwamen 10 uur, 11 uur, ja. Kwamen de eerste terug. Ja, ze wisten natuurlijk dat het hier goed was. Dat ze goed te eten, ja, hadden en zo. Ja, nou, ja, en ik had die klik met die mannen. Ja. En ja. Dat, ja, en dat, ze kunnen natuurlijk ook, hè, want dat is natuurlijk. Dat ook, is heel eigenredig. Ja. Maar ja, ik heb zo'n grote kennissenkring, een klantenkring opgebouwd. Ja. Dat 80% van de mensen uit Noord-Holland, ja, die ken ik eigenlijk. En vrouwen, kinderen. Ik heb nog nieuwjaarskaartjes, ik heb nog ordners vol met geboortekaartjes. Ja, hele families. Ja, dat families, krijg je. En bedrijven. En nu hadden ze op Facebook gezet van Leo. Dat ik stopte en er kwamen reacties van. Er zelfs één zoon bij, ook een goede kennis van mij, daar gaat het niet over uit. Nu heb ik toch wel een hele slechte dag. Vanmorgen heb ik eerst bericht gekregen dat V&D failliet is. Nu krijg ik ook nog een bericht dat onze Leo in Brabant stopt met zijn first café. Nu kan ik vannacht helemaal niet meer slapen. Oh, leuk, hè? Ja. Ja, maar als iemand jaren hier komt, is wel vertrouwd, hè? Ik had ook veel meer mensen die ouder waren als ik. Dus met 59, met 58. Ja, tuurlijk. En die vallen er allemaal af. Ja. Er is natuurlijk wel een heel verschil met de chauffeurs van vroeger, ja. Ja. Toen jij jong was, ja. En ja. Nou, hè? Ja. Want vertel eens, waar staat het verschil? Nu is de business is veel meer gestrest en er moet allemaal in zo'n korte uren strakker. Dus en nu, ja, maar toen was het helemaal vrij. En dan wij wisten wel wanneer we weggingen en we nooit wanneer we terugkwamen. Nee. En dan zei ook niemand tegen mij zeggen van, joh. Waar ben je geweest toen de tijd? Maar je moest je werk wel doen, maar op een heel andere manier. Ja. We konden gerust een uur blijven zitten hier in plaats van een anderhalf uur. Ja. Dat is er niemand. Maar je moest wel nog weer lossen en dan was dat s'avonds om 10 uur. Dat maakte helemaal niet uit. Dat kon. Ja. Maar dat is tegenwoordig allemaal niet meer. Nou ja, toen ik hier nog in zat, heb ik mensen meegemaakt die zo'n 74ste gereden. En die was denk ik toen de tijd 768. Ik kwam s'avonds hier al. Om 7 of om 8 uur en een vieke fles bier en dan een kop groentesoep en een uitsmijter. En dan ging die weg en dan ging die lossen. En 's morgens om 6 uur was hij weer terug en had hij weer het hoogovers gelaaien. En dan waren mensen van 60, 70 jaar toen het kwam. Ja, die zijn er nou ook niet meer, daar gaat niet over uit. Maar zo, dat kon. Ja. En die waren wel eigen rijers. Ze hadden dan ook de druk. En ja, de natuurlijk. Hey Leo, net zoals die cabines van die vrachtwagens, die zagen er vroeger natuurlijk heel anders uit als nou. Dat was gewoon een vrachtwagen en een slaapplaats, en een slaapplaats, denk ik. Met een slaapzak. En dat was allemaal een beetje provisorisch. En dat is natuurlijk allemaal wel, ieder stapsgewijs is dat beter geworden. Ja, want hoe ziet het er nou uit, een moderne vrachtwagen? Nu maar nou, is net een huiskamer. Als je dus bij de chauffeur... Zo, een huiskamer, is toch gewoon een cabine? Het is wel een cabine, maar er zijn auto's bij, vrachtwagens bij. Als je de chauffeursdeur open doet en je kijkt erin, kijk je al tegen een beeldscherm aan. Die hebben ze daar bovenin al ingebouwd. Standaard. Dus hebben altijd televisie bij. Er zit een laptop in. Er zitten opwarmers in voor de koffiezetapparaten. Er zitten koelkasten in. Er zit magnetron. Standaard in de nieuwe auto's tegenwoordig. Dus die krijg je ook niet meer binnen, zo'n mensen? Die krijg je natuurlijk gewoon minder binnen. Maar heel de gezelligheid, want wij hebben hier aan deze tafel natuurlijk, dat als die tafel kon praten, dan... Oh, die zal, eigenlijk moet ik met deze tafel eens gaan. Eigenlijk Die heeft wel heel veel en die verhalen zat altijd vol. Altijd vol. En of het nou voetballen was, of dat het was... Maakt niet uit, Maakt niet uit. En dan carnaval, kermis. Waar rij je naar Bellevue toe, heel de auto vol.
Om 7 uur bracht ik ze al weg. Want hij is hier nooit geweest. Nee, dit is echt een chauffeurscafé, hè? Ja, maar we hebben hier wel carnaval, maar we hebben hier best wel veel etens gehad door de jaren heen. Die gingen eten, natuurlijk. Ja. Ja. En dan gingen ze eerst zoals jullie vader en moeder. Ja. En, zo. En ja, noem ze maar op, jullie waren als prins geweest natuurlijk. Nou, en die gingen hier dan eten of zo? En ik heb jarenlang, zondagsmiddags na de optocht, een prinsenclub hier ten eten gehad. Ja, leuk, ja. Ja. En, maar met die chauffeurs ook, hè, die vonden het ook prachtig natuurlijk boven de rivieren vandaan. Die gingen mee, die gingen mee hier carnaval vieren. Oh, ja. Toch een heel andere tijd, hè? Een heel andere tijd. Ik heb één keer meegemaakt, want daar had het was nog geen telefoon. Ja, dus alles ging via de vaste telefoon. Ja. Die planners die belden ook op, van wat, is Pietje al geweest, of is Klaasje al geweest? Want die konden ze niet in de auto, toen ze bij de fabriek wegreden. Daartussenin was er even een poosje niks. Ja. Maar er waren chauffeurs bij, die was de vrouw van bevallen. Maar ja, die moesten toch werken, want je kan niet zomaar zeggen, die blijft thuis. Nee. Nou, dan gaven ze het telefoonnummer van het café op. En dan heb ik s'nachts één keer meegemaakt dat die vrouw begon. En ben ik naar buiten gegaan, heb ik die chauffeur wakker gemaakt. Die is met mijn luxe auto naar rond gereden. Dat is één keer gebeurd. Ja. 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 Dat zijn wel mooie dingen toch, hè? Dat je dat ook doet, hè? Ja. Mensen vergeten dat nooit. Nee, dat vergeten ze nooit. Doet, ja. Nee. Ja. En ook voor wij is dat wel een kick dat je dan ook dat kunt doen voor iemand anders. Ja, hè? Zeker. Hartstikke leuk. Goh. Je hebt natuurlijk ook de crisis meegemaakt. Ja. Hè? Ja. Heb jij daar ook iets van gemerkt? Ja, die crisis, ja, dat is juist een heel, hier een heel terugslag geworden. Hoezo? Vertel eens. Nou, omdat toen is er veel minder werk en alles was strakker geworden en veel minder werk. Zijn er heel veel bedrijven gestopt of failliet gegaan. En toen is er natuurlijk die Oostblok gebeuren. Gekomen. Toen de muur weggevallen is. En er zijn mannen die hier niet komen koffieën. Dus als je op de autobaan rijdt, en wij letten daar natuurlijk op. Kijk, en dan zie je, als je 5 vrachtwagens ziet, dan zijn er 3 witte kentekenplaten bij. En die witte kentekenplaten, dat zijn ook allemaal mensen die moeten ook eten. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Die moeten ook de boterham verdienen. Maar dat zijn, hebben wij natuurlijk als wegrestaurant helemaal niks aan. Want dat zijn Oostbloklanden. Oostbloklanden, ja. En die hebben de middelen niet om. Om dus onderweg te eten. Nee, die hebben gewoon een broodrommeltje bij en een kan koffie, zoals vroeger. Maar ze doen zelf ook eten koken aan langs de auto. Ja. Als je op parkeerplaatsen kijkt, zie je nou nog, hè? Zitten ze naast de auto te koken en die benzinepompen die zijn zo uitgebreid tegenwoordig. Kunnen we het van alles kopen? Van alles krijgen. Ja. En dan kopen ze een half broodje. Die spelen daar weer op in. Die spelen daar weer op in. Ja. En nu ook, want met die jongere chauffeurs, die hebben eigenlijk niks meer met het oude van gebeuren van dat Bourgondische. Het is ook allemaal sneller geworden. Ja, het is allemaal sneller geworden. Maar de Bourgondische hier binnen ook, dat in die derde helft is er niet meer. Als je snapt wat ik bedoel. Mm. Want die hebben natuurlijk met voetballen in de eerste en tweede helft. Ja. En de derde helft is in de kantine. Ja. Ja, maar ja. Dat heb je hier. Dat gaat hier ook. Maar dat heb je niet meer. Want, waar zou dat aan liggen dan? Waarom? Nou, daar ligt eraan. Die jongere jongens zijn natuurlijk anders opgevoed. En doordat die auto zo modern geworden is, die hebben een laptop in de auto. Die hebben contact met thuis, met de telefoon. Dus die vrouw die belt s'morgens om 6 uur op. Hey Pietje, ben je wakker? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, die hoef je ook niet meer wakker te maken. Nee. Ja, natuurlijk. Dus dat is helemaal. En ze zitten s'avonds in de auto met een potje bier. En dan hebben ze nog 2 collega's die kruipen bij elkaar in de auto. En dan komen ze om 8 uur binnen. En dan gaan ze douchen, een flesje bier of wat eten en dan gaan ze weer naar bed. Dus, en toen de tijd kwamen ze bij wijze van spreken om 5 uur of 6 uur binnen en dan gingen ze om 12 uur naar buiten. Ja, want dan was hij er gezellig, was hun huiskamer. Ja, hun huiskamer. Ja. En dat is helemaal teruggelopen. Ja. Aan de ene kant wel, maar, wel goed dat je wel in de juiste tijd hier hebt gezeten, Leo. Hè? Ja. Want dit is wel jouw ding geweest, hè? Het, inderdaad, het wekken en voor die mannen zorgen en een beetje zitten kaarten en zo. Ja. Als je nou jong zou zeggen, ben ook wel weer anders natuurlijk. Ja. Maar dan is het heel anders. Nee, is het heel anders, ja. Ja. We veranderen het toch allemaal. Ja. Goh. Hé, Leo, en nou? 20 en 25 jaar geleden heb ik via ben ik in de Vriesparen terechtgekomen. En daar heb ik me eigenlijk een beetje in verdiept, in bloedlijnen en zo. Dat vond ik zo leuk, want heel vroeger heb ik, als jongen zijnde, bij een boer gewerkt, gelopen. Hè, koeien leren melken. En die had ook een paard. Dus daar werd het werk mee gedaan. Dus dat is een bruine vos. Nou, en dus jij bent wel een beetje bekend. En maar ik heb nooit gereden? Nee. Zie je op een paard zetten nee, dan? Nee, geen dressuur of zo. Nee, ik heb er maar één keer op gezeten. Ja. Anders nooit, voor de lol. Ja. Ja. Maar ik doe wel mennen.
Mennen, ja, met karretje rijden. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, leuk. Ja. Die diploma's heb ik wel gehaald. Oké. Okay. En vorig jaar heb ik wel 20 of 25 keer gereden. Dit jaar, afgelopen jaar, helemaal niet. Maar nou ga ik het, nou dit weer, dan ga ik het weer afvatten. Dan krijg jij weer de tijd. Ja. Want hoeveel paarden heb ik op dit moment? Ja, als ik met paarden even meetelt van mijn vriendin, want dat doen we bijna wel samen. Dan hebben we er denk ik een stuk of 17 of 18 of zo. Jee, zoveel? En allemaal Fries? Allemaal Friese paarden. Allemaal Friese. Ja. En heb ik gewoon in die 25 jaar heb ik een bloedlijn opgebouwd. Om daar proberen iets te verbeteren in de fokkerij. Want dan heb jij hier een boekje. Ja. Kijk, dit is een boekje. Dat is een hengstenkeuring. Mm-hmm. 2016, dat is ieder jaar. Wij beginnen in december. Plus minus 280 tot 300 Friese jonge hengsten. Die worden uitgeselecteerd voor stamboekhengst. Alleen in Nederland is dat? Alleen in Nederland. Zijn er zoveel die dan zo die Friese paarden fokken? Ja, die zijn er. Want op het moment hebben wij de 43.000 paarden in over heel de wereld. En in de jaren 60 waren er nog 600. Oh, maar gaat dat hard dan. En dat is eigenlijk gekomen, de Friesen natuurlijk, de roots in Friesland. De boeren hebben daar vroeger met die paarden gewerkt, maar op een gegeven moment is de begrenzatie gekomen. Dus die paarden werden aan de kant gezet. En zodoende is dat helemaal teruggelopen met die paarden. Maar op een gegeven moment zijn er een stelletje mensen geweest en die hebben dat opgepakt. En dat heeft zo'n toevlucht genomen, maar we zitten natuurlijk wel met, omdat we met een gesloten populatie zitten, zitten we met een inteeltprobleem. Oh. Snap je? Want als je natuurlijk 600 beesten hebt, je gaat dan natuurlijk, daar is de helft van hengst en de helft van merrie en je gaat daar natuurlijk mee kruisen. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment, de beste die gaan het snelste en die willen ze allemaal. Dus je krijgt met een gesloten populatie krijg je inteeltproblemen. Ja. En daar hebben wij best ook nog mee te maken. Maar nou niet meer, of wel? Klein beetje wel. Ja, klein toch beetje, nog? Ja, toch ondanks nog, dat je zo'n hoop paarden nou voor Ja, nu wel, maar dan heb je toch die bloedlijnen die zijn... Ja, dat is nog, ja. Maar zou dat dan ook zijn van zoveel tot zoveel... Ja, dezelfde. Er zijn hengsten bij die dekken, waarbij je spreken 10 merries, maar er zijn er bij die dekken er 100, 200. En dan krijg je op een seizoen, dus dan krijg je die populatie, dus die van die hengst groeit het snelst. Ja, hoe lossen ze dat dan op? Nou, dat ben, buitenland of eerder? Nee, we willen juist een gesloten populatie. Waarom wilden we dat dan? Die Fries willen we in stand houden. Dat mooie Friese paard met die mooie mannen en mooie manen en staart. Ja, dat snap ik wel, maar dan zouden we toch nog wel ergens, in een ander dorp over de grens ook nog een Fries paard zijn, maar die zit heel dan... puur is. Nee, maar die komt dan hier vandaan, wil je zeggen. Als ik een merrie heb en die krijgt 10 veulentjes, die drukt geen stempel. Maar als ik een hengst heb en die de eerste 4 of 5 jaar maken ze er 150 merries bedienen. En als ze dan op afstammelingen goedgekeurd zijn, de kinderen 3 jaar, op afstammelingen goedgekeurd worden, dan krijgen ze een dek bevet voor het leven. Dus dan maken ze net zoveel dekken als ze zelf willen. Oh ja, en daar, met een populaire hengst, die drukt de stempel op de fokkerij. Ja, dat is waar. Je moet de juiste genen bij elkaar zitten zoeken. Jee, gaat dat zo ver, hè? Jazeker gaat dat zo ver. Is het nog wel een echt paard? Het is Jazeker. Toch geen hobbelpaard of zo, hè? Het is wel nog een echt paard. Er zit zuiver met, het hebben juist te maken met die gesloten populatie. Ja. Wij willen, kijk, KWPN die heeft van allerlei soorten bloed van buitenaf ingevoerd. Snap je wat ik bedoel? En zo hoog zal de Fries nooit komen in de dressuur. Maar zijn wel best wel vrij hoog. We hebben dan een Grand Prix. Waarom is dat niet? Omdat het een werkpaard is. Ja. Het is natuurlijk van bouw is het natuurlijk veel. En een Fries, ja, dat, in de volksmond, ik heb het wel meegemaakt. Dat ze zeggen, een Fries die hoort in de waai, die hoort niet voor elkaar of die hoort niet onder zadel. Ja. Weet je wel, maar het neemt heel veel vlucht. En zeker bij jongere dames, om het zo maar te zeggen. Want het is wel een hype op dit moment wel. Ja, hè? Ja. Is het ook niet zo dat, nou val ik jou in de reden, maar dat zo'n Fries, als je die aan het fokken bent, daar hem fijner kunt maken? Of is dat niet? Hoe veilig? Ja, fijner. Fijner, ja, ja, ja. Maar, dat het loggen van een werkpaard, dat iets minder is? Ja, ja, zeker, maar dat duurt lang. Ja, maar hoezo dan? Omdat je zomaar niet in energie, als je dus... Een hengst hebt die heeft zulke dikke benen. En met die vlossen eraan, hè? Die hebben we niet vriezen. Nou, en voordat jij dan zo als het KWPN, zulke dunne beentjes. Ja, dat gaat zo 1-2-3 maar niet. Dan ga ik een merrie kruisen. En dan is mijn paard dragend 11 maanden wachten. Dan wordt er een vulletje geboren. Dan moet een half jaar bij de moeder lopen. Dan wordt die gekeurd of zo. En dan ga je daar ook weer mee verder, maar dan moet het eerst weer 3 jaar worden. Dan ben ik alweer 4 jaar verder. Ja, is ook.
daardoor gaat dat natuurlijk heel langzaam. En dan heb ik dan weer een merrie die dan iets fijner is, maar dan moet ik weer 3 jaar wachten voordat ik weer een merrie heb die weer fijner is. Ja. En dan moet jij ook natuurlijk iedere keer een hengst zoeken. Ja. Die ook wat fijner is. Ja, wat fijner is, ja. Maar dan moeten ze, dat wordt is daar meer vraag naar? Of ja, dat is meer vraag. Nee, in Duitsland is overigens nog wel barokke types. Ja? Maar, ja, waarom maar, is dat in Duitsland? Ja, dat vinden de Duitsers, dat vinden ze mooi. Want ook voor de dressuur of die gebruiken ze voor de kar? Nee, maar voor de kar. Ja, voor de kar, ja. En recreatief wordt natuurlijk heel veel recreatief gereden, hè? Ja, toch? Ja. Waarom ga jij dan naar Friesland toe? Omdat want jij het zie je toch lopen? Ja, weet ik. Maar de hengst, de roots leggen natuurlijk in Friesland. Ja. Dus de keuringen, de meeste keuringen zijn hier over heel Nederland. Maar de hengstekeuring, dat is altijd de eerste week van januari. Nou, en dan beginnen wij... In Friesland, in het vet, in Leeuwarden. Ja, en jij zelf nou ook een hengst? Nou, heb ik zelf ook een uitgeselecteerde hengst. Want er zijn er nog van de 270 waar we mee begonnen zijn voor de eerste bezichtiging in december. Zijn er nog 61 over. Die komen volgende week een donderdag voor de tweede bezichtiging. En daar heb ik er nog eentje bij. En of dat iets wordt, ja, dat moeten we maar afwachten. Ja. Maar die selectie, gaat naar de tweede bezichtiging. En dan vallen er zeker 30 af. Vrijdag gaan we naar de derde bezichtiging. Dan vallen er nog een stuk of 4-5 af. Dus dan blijven er 25, plus minus 25 over. Die mag naar school. Die mogen naar? De school. De school? Gaan leren. Och. Je moet leren voor de kar en onder sabel. Oh, en, nou, maar die beesten die zijn 2,5 jaar en een paard die verjaart met het nieuwe jaar. Dus die 2,5-jarige die wordt in januari wordt die 3. Ook al is hij in april geboren. Och, dat wist ik niet. Ja. Okay. Dan is hij 3. Maar met dierenwelzijn tegenwoordig moeten ze ouder zijn. Voordat hij ermee mag gaan werken. Oh. Dus als die paarden dan uitgeselecteerd zijn, noemen wij dan even iets. Dan houden we er nog 25 over. Die moeten dan heel licht in training gehouden worden. Tot plus minus september, rond de 20e september, dan worden ze verwacht voor die 70 dagen test. En in die 70 dagen test, dan gaan ze mee onder zadel rijden, er komen gastruiters bij, er komen juries bij, de veterinair, de röntgenologisch, spermaonderzoek, moet voldoen aan de eisen. Dan gaan ze ermee aan het werk, in het werk moet zo'n paard zijn eigen opwaarderen. En als je nou iemand hebt die zijn eigen niet opwaardeert, dan kan hij vertrekken. Omdat het geen goede hengst is? Dan is het niet geen goede hengst. En dat is meer eigenlijk een beetje het hanengedrag waar je dan eigenlijk... Juist, zo zou het een beetje... Dat, hè? Zo, ja, ze moeten willen werken. Maar dan moet ook weer er tussenin zitten. Het moet ook niet te zijn. Want ja, want dat wou ik net zeggen. Hè? Ze moeten ook handelbaar zijn. Ja, juist, daarom. Hè? En een Fries hebben natuurlijk een super karakter. Want hij daar ja, zijn alle... die heel relaxed? Ja, die hebben een half jaar geen zadel op gegooid. En hij kent het, die gooit de zadel op, springt erop, je rijdt zo weg. Echt waar? Ja. Ja, want dan vraag ik me nou ook af zo bij jou. Het zijn toch grote paarden, Leo? Ja. Zijn ze bij jou altijd wel vriendelijk, jouw paarden? Ja, nou kijk... Je moet toch altijd opletten, zeker met een hengst, je moet altijd opletten, zonder meer. Maar dat moet je altijd. Maar het mooie ervan is, en dat is nou juist, dat vind ik het mooie van die hobby. Die je door deze zelf gefokt hebt, je kinderen mee lezen en schrijven. Ja. En ze kennen jou natuurlijk ook, hè? Ja. Je bent de man van het voer en van... Ja, ik ken er alles mee. Ja, maar ik kan me voorstellen, een merrie, dat daar nog wel gaat. Maar ik denk, een hengst, dat het toch altijd wel... Nou, er is niks mooier. Ik heb paarden die lopen natuurlijk een jaar of anderhalf in de wei. En dan komen ze terug als jonge hengsten. Die anderhalfjarige hengsten, tweejarige hengsten. Ja, dan zijn natuurlijk weer voermakers. Maar in een week tijd heb ik ze... Kan ik mee lopen en dan kan ik er altijd mee een touwtje in toestaan. Ja, echt waar. Dat is ja, wel super. Dat vind ik zo mooi. Ja, ja, dat is ook wel knap. Hè? Dat is ook wel de kick ervan natuurlijk. Ja, hè? Maar natuurlijk uitzondering Westerreel. Ik heb er ook wel bij die je niet aan kan natuurlijk. Ja, toch wel? Dat ja, die zijn er wel. Ja. Maar ja, dat komt ook niet goed voor de keuring. Nee, toch niet? En waarom niet? Omdat nou ja, kijk, als je niet handelbaar zijn... Ja, dan kun je er ook niks mee. Mee. En dan liggen altijd stoeien. Dan zegt de jury van vertrekken. Ja. Ja. Hey Leo, wat gebeurt er dan met zo'n paard? Wordt die dan gecastreerd? De handel in, ja. En die gaan dan... Ja. Heel veel, meeste hengsten die dus niet uitgeselecteerd worden gecastreerd. Ja, dat is ook het beste dan eigenlijk. Ja. Zeker als ze voor de kar lopen. Of lopen er ook hengsten voor de kar? Ja, er zijn er wel. Maar dan moet je heel goed coureur zijn. En je moet gruwelijk veel opletten. Ja. Dus als je dat gaat doen, ja, dan... Ik heb ook een kennis en je vrouw die wou ook niet meer mee, want die had 2 hengsten voor de kaart staan. Nou ja, je verongelukt een keer vandaag of morgen. Ja. Nou ja, dan doen ze castreren. Ja. En dan kunnen ze hem heel mooi mee rijden. Die komt uit Rossum vandaan en die komt hier heel veel in de Campina rijden.
Dat het toch zoveel scheelt, hè? Ja. Zo'n als ze gecastreerd zijn, dat ze dan in één keer handelbaar zijn. Ja, 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 ja. Wel een mooie hobby, maar wel veel tijd gaat erin zitten. Ja, 7 dagen. Ja, want jij hebt hier achter stallen, achter op het weiland hierachter. Ja, aan mezelf heb ik een schuur staan. Hè. Hoeveel heb je er hier nou staan? Nou staan er hier even 3, 6, 9. Zo, heb je zoveel stallen hier dan? Nee, helemaal buiten. Ik heb, kijken, ik heb loopstalletjes voor de jongenspul. Dan staan we z'n 3 bij elkaar. En ik heb 9 stallen hebben. Kan de Fries altijd buiten staan? Die hoeven nooit binnen? Paard moet altijd buiten. Ja? Die binnen staan, altijd binnen staan, die worden ziek, die worden verkouden. Die worden met dek op, die worden vulsel vertroeteld. Ja. Die krijgen gewoon een wintervacht natuurlijk. Ja. In de modder. En ze gaan krijgen eten onder het afdak, ze kunnen binnen. Tenminste, droog liggen. Ja. Nou, en krijgen brokken, morgen en 's avonds. Ze krijgen voldoende hooi. Nou, nooit ziek, nooit verkouden, niks meer. Nee, nee. En als ze ouder worden, dan gaan ze natuurlijk maar leren. En dan wordt het een ander verhaal. Ja. En ik heb er nog 2, nu nog 2 in Schijndel lopen. Die krijgen eind april krijgen ze een vulletje. Ach, wel leuk. En die ga ik nou eind volgende week ophalen, is gras op. Die hebben nou natuurlijk een hele mooie heuvel gras gehad dit najaar. Hè? Ja. Dus, anders had ik gemoseerd. En nooit dan het probleem als een paard echt voluit of altijd buiten loopt, flink gras, dat hij niet te vet wordt? Nee, dus ja, maar ik vind dat ze een vulletje krijgen, dat mag ze ook best wel. Ja, dat mag ook wel. Ja, maar als ze dus... Dat is natuurlijk wel. Als ja, maar daar heb je het weer. En als je dan de paarden hebt, die hengst nou van mij, die staat in training in Ede. Ja, dan gaan we morgen kijken. Maar ja, dat kan goed zijn dat de waterbak afgesloten is. Die krijgt wel water, maar dan is een waterbak in de hele dag drinken. Maar als je een waterbak afsluit, dan geeft ze s'morgens en water van s'avonds en s'morgens voldoende drinken. Kijk, dan blijft hij mooi droog, zeg maar dan blijft hij mooi slank. Dat is natuurlijk hetzelfde met ons, we kunnen hem natuurlijk allemaal wel inlaaien. Ja, maar je moet wel goed drinken. Ja. En ook drinken, maar ik bedoel, je moet op een gegeven moment ook zeggen, ho, stop, dan gaat het niet goed. Ja. En dat is met zo'n beest ook zo, je moet hem dan natuurlijk wel voor de keuring, maar ik bedoel niet te zeggen dat ze daar mishandeld worden of toestanden. Nee, maar dan moet er gewoon, ze moeten er up-to-date uitzien. Ja, ja. Hey, want waarom heb je hem daar naartoe gedaan? Voor training. Ja, maar voor training dan? Nou, dan doen ze ermee longeren. En, zo trainen? Ja, oh, oké, dat hij een beetje mak wordt eigenlijk. Mak wordt, maar ook de spieropbouw. Kijk, want ik heb merries in de wei lopen, die hebben dan 4, 5 vulletjes gehad, daar wordt niks mee gedaan. Ja, dan kun je zo'n paard niet terug. Die is wel vet. Maar die doen niks anders lopen, gewoon ze maken een rond, eten en drinken en liggen. En... Ja. Dus dan is de spieren weg, dat is met ons ook zo, wij ook niks doen. Weet je zelf. Ja. Nou, en dus zo'n paard, die wordt dan natuurlijk zeker met jong paarden, die worden beleerd, noemen we dat dan. En nu staan ze daar in training. En nou worden ze... Bouwt je ze spieren op? Juist. En dan worden ze echt mooi, met die halzen erop en zo, weet je. Kijk, zoals je hier, kijk, zijn ze mooi, staan ze super slank voor. Ja, prachtig, He, dus kijk, zo'n rond erop. Ja. Ja. En zo moeten ze lopen op de training. Kijk, dit is het vak in Leeuwarden. Er zitten 8000 mensen volgende week zaterdag, hè? Ja, serieus? Hoor, dit is een happening, die heb je nooit meegemaakt. Dat is in heel de wereld niet. En dat gaat over heel de wereld. Ja, dat is super, super mooi. Hey Leo, nou even heel iets anders, hè? Als je zo'n harde werker bent en je hebt zo'n hobby, ben je ook wel eens ooit op vakantie geweest? Ja. Hoe deed je dat dan? Nou, in het begin had ik natuurlijk mensen de eerste jaren, dat was de familie van Kluitmans, die deden dan ons vervangen. Oh ja. Dan konden we een week of 14 dagen de Canarische eilanden. Ja. En ik heb verschillende jaren dat ik helemaal niet op vakantie ging. Daar had ik ook helemaal geen moeite mee. Nu heb ik eigenlijk alweer... ik heb een vriendin. Al een jaar of 10 en die woont in België dan, net achter bij de bokkerij, net over de grens. Dus een Hollandse vrouw, maar die zit dan met de moeder gestreken 10 jaar geleden. Boerderijtje met wat Friese paarden, zo heb ik die ook leren kennen. Oh. En die heeft op het moment erg druk met musea. Dus dan moet tot 5 februari moet ze een tentoonstelling en dan wordt die geopend. En daarna is er weer wat minder werk en dan, omdat ik in deze situatie zit, wil ik eigenlijk toch best wel even een week of 10 dagen. Leuk. Of zo. Even naar de zon of even naar de zon of in Frankrijk of zo. Ja. Dus, dat is wel de opzet. Ja. En dan. En je kunt natuurlijk ook niet goed weg met die paarden. Ja, hè? Want die... heb je iemand die voor jouw paarden zorgt? Ja. Oh, gelukkig. Dat is ook weer heel apart, maar de kok van hier, ik weet dat nou net, daar al, die doet dan voor mij de paarden verzorgen. Oh, dat is fijn. Ja.
En die vinden het heel leuk. En die hebben twee opkomende aanvullende dochters van 12, 13 jaar. Die vinden het ook prachtig. Die vinden het prachtig. En nou, je houdt er dan een beetje rekening mee dat het werk allemaal van tevoren gedaan is. Als je niet meer eens hoeft te voeren en binnen of buiten zetten of net wat. Ja. Zo weet je wel zo min mogelijk hoeven te doen, s'morgens en s'avonds. Ja, want je bent er toch even mee bezig. Ja, 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 ja. Normaal gesproken ben je altijd denk ik om de uren mee bezig overdag. Zo is ik dan. Ja. Ja. De laatste jaren had ik altijd 10 dagen. Italië, Zuid-Italië, met Sjouk, met mijn vriendin. Ja. We vliegen naar Bari, daar een autootje in, dan rijden we daar in de rondte. Supermooi. Ja, leuk. En Sjouk heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, dus er is altijd wel iets te zien daar. Ja. En, en op zijn tijd lunchen en op zijn tijd een wijntje drinken. Dus ja, en je zegt super, niks super, hoeven super, natuurlijk. Ja. 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 Hey Leo, en dan maar nou ook, hè? Nou, heb jij al plannen gemaakt? Nou ja, ik heb er zoverre plannen gemaakt. Ik heb hier achter dat boerderijtje. Bij jouw stallen daar? Ja, bij mijn stallen. Ja. Ja. Dat is een boerderijtje eigenlijk van vroeger. Dan heb ik een etappes gekocht. Daar heb ik zelf een schuur op gebouwd. Daar heb ik 4 jaar aan gewerkt. Omdat ik altijd nog een beetje metselaar geweest ben. Dat is eigenlijk een Noord-Hollandse stolp. Och, wel leuk. Met heb je dat zelf gedaan? Heb je helemaal zelf gedaan? Zelf gedaan. Leuk, allemaal in de weekenden. Oh. Toen de tijd. En dat is in 97 was dat klaar. Nou, daar heb ik die stallen in, daar heb ik een wasplaats in, daar heb ik een zalenkamer in, daar heb ik een binnenplaats in. Dus dat is een behoorlijk ding dan. Ja, ja, die is 11,5 meter hoog op een punt. En hij is, even kijken, 3, 6, 9, 12. 12 bij 12. In het vierkant. Er staan wel spanten in met gat en pen, weet je wel. Oh ja, ja. Ja. En ik heb er nog een fundering leggen, want ik heb hier die brand gehad in vorig jaar 7 april. Hoe kwam dat? Nou, dat is voor ons nog steeds een raadsel, maar we hebben enkel... smiddags om rond 1 uur stond de papiercontainer in de brand. Snap nog nooit hoe dat gekund heb. Een? De papiercontainer. Oh, de papiercontainer, ja, ja, ja. Het oud papier. Ja. Die stond in de brand en die stond onder het afdak van de schuur. Dus toen wouden we nog proberen uit te maken met de kok en de serveerster, met z'n drieën. Maar dat lukte niet meer. Toen hebben we de brandweer moeten bellen. Die was er zeer snel. En die hebben het uitgemaakt, maar toen zat het al tussen de isolatie van het dak van de schuur. En dat hadden jullie niet in de gaten? Nee, ja, dat hadden we wel in de gaten. En de brandweer, ja, die met infrarood en toestanden, die hebben het allemaal netjes uitgemaakt. Toen was het inmiddels rond 3:30, 4:00. Toen was het, ja, alles klaar. Zat er nog wat asbest in? Ze hebben ze een lint omheen gespannen, mochten we er niet meer bij komen. Maar donderdagavond is het in de regel nog een vrij drukke avond, dus er stonden wel 40, 50 vrachtwagens rond huis. En toen ben ik s'avonds om 11:30 naar bed gegaan. En toen moest ik s'nachts nog een keer naar het toilet. En toen kwam ik terug en had ik een televisie, heb ik toen dan wel eens even zappen, zo weet je wel. Nou, en dat was over, dus ik heb hem afgemaakt, af televisie uitgedaan en toen denk ik, wat hoor ik? Hoor ik nou iemand lopen? Hoor ik nou iets? Ik denk, zou het toch niet branden? En ik kijk buiten het raam en stond midden in de schuur alles in lichte laaien. Oh. En dat was om 15:30. 15:45. Dus de telefoon lag naast mijn bed, dus ik gelijk gebeld. En ik eruit. Ja. Nou, toen hebben ze, ja, toen ging het zo hard, hebben ze hem helemaal gecontroleerd uit laten branden. Maar vriend, hè? Ja. Ja. Want toen, het was om 3:00 helemaal klaar, ja, smiddags. En toen s'nachts om 15:30. Ja. En we kennen nog nooit. Want we hebben met kortsluiting of toestanden, maar ik heb met de brandweercommandant smiddags die stoppenkast eruit gedraaid. Maar die was al kortsluiting en toestanden. Stoppen eruit gehaald. Kon echt niet. Ja, ik heb denk ik het vermoeden van aansteken, maar 30, 40 vrachtwagens rond huis staan. Dan denk ik niet dat er iemand in die schuur nog de boel aan gaat steken. Ik weet het niet. Heb je geen vijanden? Ja, ik denk dat iedere mens die wel hebt. Ja. Maar je weet het niet. Ik heb meer vrienden als vijanden, denk ik, maar die zijn er altijd wel. Ja. Dus zo is dat toen gelopen. Ja, het kan ook gewoon kwaaiigheid zijn, vandalisme gewoon zijn, hè? Niet gericht op jou. Nee, of... ook niet. Maar ja, toch. Maar toch, het is heel toch wel typisch dat nou, dat eerst die papierbak... Juist, en dat was ook al vreemd, hè? En dat was al vreemd, hoe kan dat nou? Ja, nou ja, die hadden eruit kunnen maken. Ja, en maar dus, ze kennen natuurlijk ook als je erg dingen, een stukje glas in ligt en het was wel redelijk goed weer. En het schijnt natuurlijk op, dan zou het kunnen, maar dat is erg ver gezocht. Toch? Ja. Ja, want hij stond onder een afdak. Het stond onder een afdak. Dus zoveel zon zou hij niet gehad hebben dan? Nee. Ja, dat is toch ook wel. Ja, dat was heftig, heel heftig geweest. Ja, zonder meer. Ik had wel moeite mee gehad. Ja, dat denk ik ook wel, hè? Omdat hoe dat overkomt, hè? Ja. Zo, hè? Ja. Had ook angst daarna? Nee, dat nee, ze ja, toch wel. Nee.
Eigenlijk niet. Ja, toen het helemaal uit was, hebben we toen, ja, je denkt er natuurlijk wel aan, en je bed ligt ook wel. Natuurlijk zou nog hier ook nog niet gaan gebeuren ooit, hè? Daar denk je ja, dan. Daar ga je aan denken. Meestal de slaap ik hier alleen. Ja, ja, want voordat dus, je het eens in de gaten hebt. Ja. Ja. En al die vrachtwagens, niemand had iets. Ja, nee, nou, ja. Op het moment, dat is heel apart, maar op het moment, ja, want ik wou best naar beneden natuurlijk, maar ik kon erachter niet uit, want er was een lint gespannen vanwege de asbest. Dus ik moest er hier uit. En toen was ik hier en ik had mijn schoenen aan bouw ik me aantrekken en toen begon er een vrachtwagen te klaksoneren. Oh ja. En die stond er heel kort bij, dus ik werd heet gekregen. Nou ja, toen bleef ik naar buiten en ja, als er eerder begint te klaksoneren, toen hadden we zo'n heel zootje wakker en dan hebben we allemaal weggezet. En voor ja. De brandweer er was toen. Maar die was sneller. Ja? Complimenten, ja. Ja, dat is wel goed gebeurd. Ja, want ja, ja. Mensen moeten ook naar bed komen. Ja. Dus ik ken het ook niet. Nee. En die schuur die is nou helemaal leeg? Ja, die is, of nou, die is nou helemaal plat? Helemaal weg. Plat, ja. En die komt ook niet meer terug? Nou ja, nu in deze situatie, kijk, nou hebben we natuurlijk een nieuwe uitbater. Ja. Dus ja, nou gaat er wel iets gebeuren, maar wat weet ik nee, dat nee. Moeten we nog even over. Ja, ja. Het is nog vrij vers en dan, ja. Ook okay, weet je, het is, de toekomst is een beetje open en je ziet wel hoe het gaat lopen. Zo het gaat lopen. Dat is ook wel relaxed. Jazeker. Ja, maar heel... ook wel spannend van. Nou ja, je kent natuurlijk, ja, dit is natuurlijk het is een levenswerk dat je gedaan hebt. Ja. 40 jaar, 41 ja. jaar. Je bent gewoon dus... even een beetje aan het afkicken, ja, Leo. Juist. Je bent een beetje een soort junk die aan het afkicken is van de gewoonte wat we al die jaren moeten doen. Ja. Het zal toch een beetje heftig zijn. Ja, nou, ja, hoor. Nee, maar dat is dit. Je loopt verkeerd. Ja. He, want je wil dat gaan doen en denk je, ja. Oh, het hoeft niet meer. Gistermiddag reed ik weg en dan denk ik, oh, ik moet nog naar de groenteboer, ik moet nog dit nog doen. Pascal is morgen vrij. Och, ik hoef helemaal niks. Ja. Oh, ja. En dat is even. Ja. Ja. Maar het leegmaken, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Ja, het leeft. Het is een heel raar gezegd, maar het is eigenlijk een verrouwingsproces. Ja. Ja. Maar in de goede gang. Ja, in de goede gang. Ja. Er komt daar ook wel weer iets dat je denkt, wauw, dat is ook leuk. Jazeker. Ja. Maar ja, ik wil nou meer aangespannen gaan rijden in toestanden. Dat weet ik zeker, binnen een beetje mooier weer wordt. Nou, geweldig. Ja. En dan heb ik nog een paar die nog, ja, dus dat gaan we wel, Leuk. Hartstikke leuk, ja. Ik wens jou heel veel sterkte, geluk. Gezondheid toe. Gezondheid is voornaamste. En ik denk dat wij Bokselnaren jou wel een keer tegenkomen. Ja. In de kar. Ja. Met twee mooie Friese paarden ervoor. Dat is wel de bedoeling. En ik wens jou nog een heel mooi leven, Leo. Dank je wel. Dank je wel voor dit mooie gesprek. En graag gedaan. Dank je wel. Okay.